Ik heb hier twee munten. Kan ik? Ja, je mag ze controleren. Dit is een Engelse penny, oftewel een koperen munt. Ja. En dit is een halve dollar, oftewel een zilveren munt. Ik ga een beetje laten zien op de camera, het goed te zien is ook. Oké. Dus we hebben hier een dollar. Half dollar inderdaad, ja, en een penny. En een penny. En het mooiste is, René, zou je eventjes je hand open willen doen? Dan heb je hier namelijk de dollar en de penny. Dan mag je je hand dichtmaken, omdraaien. Dan ga ik natuurlijk mijn lievelingsmunt eruit halen, dus natuurlijk de zilveren. Oh, dus de penny. Dat is niet de zilveren, dat is de koperen. Weet je wat, ik ben toch goochelaar, dus als ik nou even mijn hand dicht doe, dan zie je dat hij verandert in de dollar. In de zilveren? In de zilveren. Of half dollar, sorry. Zou je eens even kijken wat jij in je hand hebt? Ja, je kunt alles laten onderzoeken.